Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video neem ik jullie mee in een week in mijn leven in Spanje. En niet zomaar een week, het wordt namelijk echt een hele, hele leuke week. Het is nu namelijk Feria in Sevilla. En dat is een soort van feestweek. Iedereen is vrij, ik heb ook vakantie. En het wordt gewoon een hele week vol met feesten en leuke dingen. Ik weet niet helemaal precies waarom het zo is, maar ik heb wel gehoord dat het heel erg leuk wordt. En het is vandaag zaterdag. En vanavond om 12 uur begint de feria. Dan gaat het zo officieel starten. Dus daar gaan we nu naartoe. Dus ik heb er super veel zin in. En let's go! De eerste avond zijn we alleen maar naar de kermis geweest. Feria betekent in het Nederlands ook kermis. Dus we gingen lekker in al die attracties. En het was echt heel leuk. Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is dus de eerste dag van de feria dat het echt helemaal gaat beginnen. Ik ga me nu omkleden en dan gaan we dus naar de feria toe. En ik weet niet of jullie daar ooit foto's van hebben gezien of zo, maar tijdens de feria doen Spaanse meisjes altijd van die flamenco jurken aan. Maar die jurken, jongens, die zijn zo duur. En dat gaat me echt veel te ver om dat te gaan kopen voor één week dat ik hier ben. Dus wat ik gewoon heb gekocht is een setje. Kijk, dan heb ik hier gewoon zo'n topje en een rokje losgekocht. Nou ja, rokje. Echt zo'n super lange rok. Dus dan lijkt dit soort van nog wel op een flamenco jurk. Het is dus niet echt een echte, maar ja, het lijkt erop, weet je. En ik heb ook al die accessoires gekocht. En bloemen voor in mijn haar. En van die typisch Spaanse hele overdreven oorbellen. Ja, we gaan gewoon ons best doen om er toch zo Sevillaans mogelijk uit te zien. Dus dat ga ik nu even allemaal aantrekken. Nou, uiteindelijk is dit dus mijn outfit. Flamenco dress. Met dit eroverheen en een vloer op mijn haar. Yes! Gracias! Itu, itu! Kijk, ze matchen! Ah! Hallo, Christmas! Yara! Hallo! Oh mijn god! Ik heb haar zo erg gemist, dus ik ben zo blij! I missed her too! Are you ready for the first time? I'm ready for Feria! I'm so excited! Okay, so, Ivianas don't have pockets. You know why? No. So, down here, underneath the whole dress, you have a little pocket. What? Op de feria staan 1053 casetas en dat zijn een soort van grote tenten en daarbinnen is het super gezellig. En wat we eigenlijk deden is gewoon dansen, eten, drinken, gewoon de hele dag door. En echt al mijn vrienden uit Sevilla waren er, dus het was echt heel erg leuk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Mijn haar is nog nat, want ik heb net gewassen. Maar gisteren is Chiara weer naar huis gegaan. Echt super jammer, maar we hebben echt de leukste dagen ooit gehad. Maandag was ik ook nog de hele dag met haar. Het was echt, echt heel leuk. Maar ja, gisteren ging ze dus weer naar huis. Dus gisteren was echt een verdrietige dag. Maar ja, vandaag ga ik een leuke dag hebben met Sofia. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar we moesten gewoon eventjes iets leuks gaan doen vandaag. Vamos a la cena! You're gonna wanna be my... I'm so happy. We've looked everywhere. We've literally looked everywhere. But it's here. Well, this... maybe. These are long sleeves. Oh no. Come on, man. We're gonna find it. We know Sevilla. Yeah, we do.
Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik sta op het punt om naar Córdoba toe te gaan. Córdoba is een ander plekje, ook hier in Spanje, ongeveer 45 minuten van Sevilla. En er is vandaag een soort van bloemenshow of zoiets daar. En Sofia wilde daar heel graag naartoe, dus ik dacht, ik ga gewoon gezellig mee. Dus daar gaan we vandaag heen. Dus ja, ik heb er zin in. Let's go! We're going to Córdoba! Yay! Should be easy. Why should it not? When all you want is to be loved. But love ain't easy. You taught me that. I let you in, now you are out. Now you are out. I don't understand why you hurt me. I don't understand. We're having lunch. Yes, lunch. We just bought these friendship little things. Little pigs! So cute! Saddles! But you know what happened? She has no patience, so she already opened the whole thing. Like, we didn't pay it, and she opened it. And we were like, can we pay with cards? And then she was like, no! So we had to find 6 euros. Like, I literally had the pain around my neck, and I'm like, we only have 4.5 euros. Like, they're insane. It's her head up. It's her head up. It worked. She just didn't want to use it because she was rude. Yes! And then we did it, and it worked. So. And in the end, we paid with tarjeta. And now, we have our the name cute. Nuestros cerdos. Mejores amigos. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en we gaan zo weer onderweg naar de feria. Dit is zo'n bizar gekke week. Echt alleen maar feesten. Het is wel echt super leuk. Maar ik heb deze jurk aan vandaag. Echt een jurk die ik normaal gesproken niet echt aan zou doen. Maar het heeft van die stipjes. En dat deed me wel een beetje denken aan feria. Dus oké, vandaag doe ik dat aan. Ik moet mijn make-up en zo nog doen. Maar ja, ik heb er gewoon weer zin in. On the way to the patio! Hey! Let's go! Are you finally here for me? Finally! We're on our way to the patio. Yay! It's sunset. I'm really happy. Ooh, shade. My ear. But that was the ugly one though. But we like, now they're not even. Oh, shade. We're literally on I'll the road. I'll break that one off. On the road. She looks so cute. Sé que tú estás arrepentida por los momentos que perdí al lado tuyo. Solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar. Piel morena hermosa, olor de mar. Goedemorgen mensen, het is vandaag vrijdag en ik ga zo onderweg naar een poolparty toe. Ja, ik ben heel benieuwd. Echt iedereen die we kennen gaat er naartoe, dus zal wel super gezellig zijn. Ik heb trouwens deze bikini aan van Bayou The Label. Ik heb hem nog nooit aangehad, maar ik vind hem wel mooi. En ja, let's go!
Is dit vlog of vlog, y'all? Wait, let's see, let's see, let's see. Vlog of vlog, y'all! Ja, goed! Jongens, ik ben net afgemaakt en mijn horloge werkt niet meer, want ik was ermee in water. Ik heb net mijn vorige horloge op water. Maar deze niet, kijk, blijkbaar. Hij tikt niet meer, tikt dat, doet hij niet. Sinoa Nou, dat weekend hebben we gewoon rustig aangedaan, veel bij het zwembad gezeten en we zijn ook nog uitgegaan voor ver haar verjaardag. Charles is er weer. Hey, Millie is er ook. Het is fijn. Hoi jongens, het is nu ongeveer een week na de feria en ik heb net deze vlog geëdit en het is zo'n chaotische vlog. Echt, als je hier nog steeds bent, thanks voor het kijken, want voor mij is het echt heel leuk om dit allemaal terug te zien en echt een hele leuke herinnering en zo, maar ik weet niet of er echt een goed verhaal in deze vlog zat. Dus ik dacht, om het toch nog een beetje nuttig voor jullie te maken, ga ik even laten zien hoe ik mijn Insta-foto's bewerk. Want ik wou dat ik dat eerder had gevonden. Ik kan mijn foto's nu echt zoveel mooier maken. Dit zijn een paar voorbeelden van hoe ik mijn foto's altijd mooier maak. Om bijvoorbeeld tekst of mensen uit een foto weg te halen, gebruik ik die retouch filter. Dus dat is het tweede dingetje hier. En wat ik dan gewoon doe is, ik ga er gewoon zo overheen en dan naar een ander stukje van het beeld. En zo ga ik helemaal 1000 keer overheen totdat het helemaal mooi is zoals ik het mooi vond. Zodat het uiteindelijk dus er zo uitzag. En dan bij deze foto kan ik wel laten zien hoe ik het allemaal apart bewerk. Bijvoorbeeld de lucht kan je apart bewerken met maskeren wat hieronder staat. En dan kan je bijvoorbeeld de lucht selecteren. En zoals je kan zien is de lucht hier super grijs en lelijk. En als ik dus dit doe, wordt hij mooi. Je kan hem ook super blauw maken. Dat ziet er een beetje nep uit of helemaal geel. Maar zo vind ik het bijvoorbeeld echt wel veel mooier dan hoe het eerst was. En zo kun je de foto dus helemaal perfect maken hoe je het wil. Dus ja, dat is een beetje hoe ik mijn foto's bewerk. Ik ben echt super blij met die Lightroom app. En nu ga ik onderweg om even gezellig wat te gaan eten met Sophia. Ze was een paar dagen weg geweest, dus ik heb super veel zin om haar nu weer te zien. There's no one quite like you. You're one of one. One in a million. Nou, dan was dit alweer het einde van deze video. Dit was echt een van de leukste weken die ik hier in Spanje heb gehad. Echt, echt heel erg leuk. De vlog is wel een beetje chaotisch geworden. Maar ik hoop alsnog dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Als het zo was, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. Daar help je me echt heel erg mee. Dus als je dat zou willen doen, dankjewel. En als je het leuk vindt, vergeet dan ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Daar zou je mij heel erg blij mee maken. Dus ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!